staan er allemaal, schat. Ik zou helemaal te shaken. Hou je de hele tijd vast? Ja, nee hoor, ik geef hem straks af aan anderen. Ik wil gewoon niet meer vastzetten. Dat is wel anders, joh. Ja. Er is wel tijd om te trouwen. Nee ja, hoor,2012 in de trouwzaal van de gemeente Spijkenisse. We bevinden ons hier in de voormalige raadzaal van het vroegere gemeentehuis van die gemeente. En als eerste natuurlijk welkom het bruidspaar. Jullie staan vandaag in het middelpunt. De bruidegom Leonard Marino Koudijzer, geboren op 21 april 1968. De bruid Esther Martini Simin, geboren op 24 oktober 1967. Welkom ook aan de ouders. Verder en beide jongens waren ontroerd en blij toen pa en ma vertelden dat ze opnieuw gingen trouwen. Het is gebruikelijk dat ik officieel de aanwezigheid van de getuigen vaststel voordat we verder gaan. En ik vraag erom ook, is aanwezig Tyler Timothy Koudijzer? Ja, aanwezig. En is aanwezig Sebastian Ixan Koudijzer? Ja. Kijk, wij kunnen verder. Ja. Nou, het begon al in de eerste klas van de Blaise Pascal. Het was de eerste liefde, het was echte liefde. Jullie groeiden steeds verder naar elkaar toe en het kon niet anders dan uitlopen op een huwelijk.
het huwelijk dus, waar ik het in het begin al even over had, waar u natuurlijk allemaal van weet. In Lochem. Het gezin breidde zich uit tot 4 personen. 2 prachtige zonen kwamen in jullie leven. Het leven was mooi. Maar ja, toch kan het soms anders gaan dan je had verwacht. Het leven dwong jullie tot een beslissing die veel pijn gedaan heeft. Door verschillen in normen en waarden groeiden jullie uit elkaar. Ieder dacht het helemaal goed te doen op de manier waarop hij, zij, bezig was. Leon had een heel belangrijk doel. Geld verdienen en zo een zekere toekomst garanderen. Dat was één van zijn belangrijkste levensnormen. Het ging niet goed met de zaken. En dus moest er meer en harder worden gewerkt. Dat alles met de bedoeling zijn gezin gelukkig te maken. Maar Esther stelde zich heel andere doelen. Materiële zaken hadden zeker niet haar prioriteit. Gelukkig zijn er nog voor haar. Ik heb erover nagedacht waarom ik nou voor Leon kies. En dat is omdat jij me laat zijn wie ik ben. Dat heb je eigenlijk vanaf het begin zo bedoeld. En dat is altijd zo geweest. Pas de laatste jaren voel ik hoe het is om echt mezelf te kunnen zijn bij een ander. En jou. Ik nam dat als vanzelfsprekend, maar zo gewoon is het niet. Je houdt me een spiegel voor en laat me zien wie ik ben. Zonder te oordelen. Je laat het aan mij om te groeien of te ontwikkelen of de dingen te accepteren zoals ze zijn. En daardoor voelt het dat, hoe cliché dat ook klinkt, mijn betere zelf naar boven komt. We dachten heel lang dat we anders waren en dat tegenpolen elkaar aantrekken. Maar eigenlijk zijn we juist hetzelfde. We streven hetzelfde na en worden blij van dezelfde dingen. En die herkenning voelt vertrouwd, een gevoel van thuiskomen, waar we ook zijn en waar we ooit nog terecht kunnen komen. Ik heb lang gedacht dat onze opvoeding van de mannen tegenstrijdig en onverenigbaar was, maar ook daarin hadden we één gezamenlijk doel. Dat Tyler en Seb gelukkige mensen worden, volwassen en bewust. Zij zijn hierin hun weg aan het vinden en ik heb er alle vertrouwen in dat het goed komt. En wat prijs ik me gezegend dat ik dat met jou mag delen. Een nieuwe fase van ons leven breekt aan. Een fase met z'n twee. En ik kijk er naar uit dit samen met jou aan te gaan. En ons motto voor deze nieuwe periode is alleen maar leuke dingen. Beloof je me daaraan te herinneren als het ook wel eens wat minder leuk is. Dankbaar ben ik voor deze tweede keer dat wij hier met al onze dierbaren elkaar weer het jaarwoord mogen zeggen. En daarom wil ik ten overstaan van iedereen zeggen, ik hou van jou. Neemt gij aan tot uw wettige echtgenote Esther Martini Simin en zult gij getrouw alle plichten vervullen die de wet aan de huwelijkse staat heeft verbonden. Wat is daar uw antwoord? Ja. Esther Martini Simin, neemt gij aan tot uw wettige echtgenoot Leonard Marino Koudijzer en zult gij getrouw alle plichten vervullen die de wet aan de huwelijkse staat heeft verbonden. Wat is daarop uw antwoord? Dan verklaar ik in mijn hoedanigheid van ambtenaar van de burgerlijke stand dat het huwelijk tussen Leon Koudijzer en Esther Simin Koudijzer is gesloten. Dan mogen jullie elkaar nu feliciteren. Gefeliciteerd. En de fotograaf die heeft dat er allemaal netjes op staan? Ja? Nou, een beetje, het zag gewoon vrij intiem uit. Een beetje photoshoppen komt het ook goed. Dan vraag ik jullie om weer even plaats te nemen, maar nu net andersom dan net. Eén van oude traditie. Oh. En dan lees ik de akte voor. En daarna zetten we de handtekeningen om de plechtigheid te bezegelen. Jij, mijn mooiste droom, ja dat ben jij. Het stukje dat ontbreekt in mij. Mijn inspiratie om te leven, dat ben jij. Jij, je geeft de kleur aan mijn bestaan.
Je bent de lach binnen mijn tracht. Met jou kan ik de wereld aan. Het antwoord op mijn vraag ben jij. Jij, mijn steun en toeverlaat ben jij. Je bent het hart dat klopt in mij. Mijn God, ik hou van jou. Al doet het mij soms pijn. Jij, je bent precies waarom ik vroeg. Kom nooit te laat en nooit te vroeg. Heb dan een half woord genoeg. Om mij te troosten. Waar hij toen ooit begon. Vandaag is Tyler een getuige. Dat is een feit, echt niet gering. Ook Sepp zette onder de akte met verve zijn handtekening. Het feest vindt plaats in de Ardennen. Waarschijnlijk met een flesje wijn. Het was voor mij een waar genoegen uw ambtenaar te mogen zijn. Heel veel geluk in jullie verdere leven. Dank je. En... Het is niet altijd even goed. De liefde is geen spel, ja nu weet ik het wel. Dus geef me maar mijn hand en schat, geef me nog een kans. Yeah. Aan dat alleen zijn raak je nooit gewend. Wat ben ik blij dat jij er weer bent. Wat was voor het fijn om toch weer samen te zijn. Nooit gevoeld, want jij en ik hebben de echte kleur.
blijf ik samen. We zijn weer samen en het voelt zo goed. Wat ik bij jou voel heb ik nooit gevoeld. Want jij en ik hebben echt het licht. Iedereen zal het beamen en dus blijf ik samen. Nog een keer, nog een keer.
Ik moet deze vraag stellen, wat gaat er nou door je heen? Zo. Heel veel warmte. Oma. Doe eens even in drie volzinnen. Drie volzinnen. Hoe voel je je? Ja. Ik bedoel, het was 20 jaar geleden al leuk. Maar ja. Het is waarschijnlijk die ervaring die ik er nu in heb. Dit is gewoon echt leuker. Wel, nog drie. En ik denk omdat jullie er allemaal bij zijn. Ik was zeker. Nee, ik vond het echt leuk. Ik ben cameraman. Ik heb een beetje moeite om gewoon de hele tijd zo'n ding... Ja, ik kan het wel voorpraten. Jij kan het voor. Nee, ik weet het niet. Ik krijg Je hoeft niet te rappen, je kan gewoon normaal... Ja, staat aan, oké. Okay. Dit is... ja, Tyler, de zoon van Leon en Esther, bij deze prachtige bijeenkomst. Vandaag de trouwerij van mijn ouders. Het was weer mooi, het heeft me echt geraakt. Ik wist niet dat het zo mooi kon zijn. Het gaat steeds hoger, omdat die emoties lekker hoog gingen. Nou, ik hou heel veel van jullie. Jullie hebben het al gezien. Ik barst in tranen uit. En ik zou zeggen, happy life after dit. Het was heel mooi. Ik kon me niet inhouden zoals ik niet had verwacht. En ik wil mijn ouders bedanken voor deze dag, want het was heel mooi. Wat ben ik blij dat jij weer bent. Wat voelt het fijn om toch weer samen te zijn. Dus maak me maar je vrouw, want ik blijf voortaan bij jou.